Na jaren van juridisch getouwtrek heeft de Stichting voor Auteursrechten Brein een belangrijke slag gewonnen in haar strijd tegen het illegaal downloaden van films, muziek en ander beschermd materiaal. Internetproviders Accessfirol en Ziggo moeten de torrentsite De Pirate Bay blokkeren. De Haagse voorzieningenrechter heeft dat bepaald in een kort geding, aangespannen door Brein. De uitspraak is een voorlopige tussenstand in een juridisch conflict dat zich al sinds 2010 voortsleept. In eerste instantie moest De Pirate Bay worden geblokkeerd, maar dat besluit werd teruggedraaid. De vragen die op tafel liggen zijn of De Pirate Bay zich schuldig maakt aan schenden van auteursrechten en of providers verplicht zijn sites te blokkeren die zich daaraan schuldig maken. Schending auteursrechten. Deze zomer achtte het Europese Hof van Justitie De Pirate Bay wel degelijk schuldig aan inbreuk op auteursrechtelijk beschermd materiaal. Nu die uitspraak er ligt, geeft de Hoge Raad binnenkort een definitief antwoord. Stichting Brein wilde dat blijkbaar niet afwachten en spande alvast een kort geding aan. De uitslag is in haar voordeel. De providers moeten De Pirate Bay weer blokkeren, in ieder geval voorlopig. Andere providers als de Hoge Raad zich daarbij aansluit, is de kans groot dat andere providers moeten volgen. Ook is het dan een stuk makkelijker voor makers van films, muziek en software om illegale downloadsites te laten blokkeren door providers. De providers willen daar liever niet aan meewerken, omdat ze geen politie op het internet willen spelen. Volgens Brein hebben de providers echter een verantwoordelijkheid, zeker als de makers van een torrentsite hem zelf niet uit de lucht halen.